Ja, hun nou, programma is uit 2021 en recent is het nog geactualiseerd. Maar bijvoorbeeld gezondheidszorg, daar lees je vrij weinig over, begrijp ik. Nee, en nogmaals, net dit probleem. Nou, we zetten het, is het de management van de overheid. En al die problemen waar we nu al jaren tegenaan kijken... waar er blijkbaar geen oplossing voor is. Sterker nog, je hebt altijd de indruk dat ze het allemaal nog ingewikkelder maken... Dat dat toch al was, neem de toeslagenaffaire. niet waar daar dat... De BBB-beweging heeft niet een nieuw ambtenarenkorps wat ingevaren kan worden. De BBB-beweging zal het moeten doen met hetzelfde ambtelijke apparaat, wat in de afgelopen twintig jaar zo hopeloos gefaald heeft. Dus in die zin zal die ontevredenheid, die gestapelde ontevredenheid, die zal niet eentje weer weggenomen worden. Sterker nog, ook veel problemen rond het stikstofdossier hebben ook te maken met die wonderlijke, dat wonderlijke ambtelijke onvermogen. Wat is ons niet al beloofd op dat? Zou geweldige inkoop-uitkoopregelingen komen, dat zou binnenkort bekend worden, dat zou allemaal hartstikke soepel gaan lopen. Voortdurend hetzelfde patroon van alles beloofd. Het zijn altijd termijnen van vijf jaar of tien jaar. En tenslotte gebeurt er geen kloot. Omdat natuurlijk over het stikstofdossier nog een grote hoeveelheid... Onzekerheid bestaat. Hè? En daar ja, nogmaals. Het BBB heeft niet aangekondigd. dat ze 10.000 efficiënte ambtenaren hebben opgeleid. daar in het oosten. die nu in Nederlandse orde op zaken gaan stellen. Nee, we zitten met een voortdurend tekortschietend management van onze overheid. Maar de hoop bestaat wel een beetje dat zij de menselijke maat terugbrengen in het beleid. Nou, dat, ja, dat is de menselijke maat aan Bedoel, wat is de menselijke maat? Mag ik daarna vragen? Wat, wie bepaalt wat de menselijke maat is? En, en is dat de, maat, de menselijke maat van Teubergen... of is dat de menselijke maat van Amsterdam Rotterdam-Zuid? Ja, nee, dat die, we hebben alle menselijke maat in Nederland. Ik, nogmaals, qua leeftijdsopbouw, qua, qua locatie van de uh, uh, concentratie van het electoraat. Is de BBB-beweging bepaald weinig? Uh, uh, consistent in, in, voor de toekomst. Is dus niet, niet echt toekomstvoorbereid. Uh, de, de, de kiezers zijn oud, de kiezers zijn laag opgeleid. En toch grotendeels niet stedelijk. Ja, kijk even naar het huidige Nederland. En de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Dan je, zou ik daar niet vrolijk van worden. als ik de manager van de BBB-beweging was. Waarmee niks afgedaan is van het feit dat ze nu heel succesvol waren.